Albert Ramdien, minister van Buitenlandse Zaken, Internationale Business en Internationale Samenwerking, zegt dat schuldherschikking van India prioriteit geniet op de agenda van de regering tussen de dienstreis van Suriname naar India. Ook de onderhandelingen met China zullen op diplomatiek niveau gevoerd worden. Wij hopen op basis van het werk dat verzet is in de afgelopen weken, dat we met goed resultaat vanuit India terugkomen en dat de schuldherschikking gerealiseerd zal worden. Daarnaast met China zijn we goed op weg. Op technisch niveau is afgesproken wat op technisch niveau afgesproken kan worden. Nu moet het worden getild naar het diplomatieke niveau en daarmee zijn we bezig. Zoals u weet, de Volksrepubliek China heeft nu een nieuwe minister van Buitenlandse Zaken. Dus we gaan weer contacten moeten leggen en de gesprekken moeten aangaan. Maar het werk is gedaan. En wij hopen ook met China heel snel tot afronding te komen. Dat betekent dat we een beetje rust gaan hebben voor wat betreft de gevaren die er zijn op het internationale financiële vlak. Maar ook de rust ten aanzien van de verplichting om te betalen. En dat is belangrijk voor ons. De bewindsman stelt dat na afronding van het traject van het Internationale Monetaire Fonds IMF, het prioriteit is van het ministerie dit verder in goede banen te blijven leiden. Het beoogde resultaat is het internationaal goed positioneren van Suriname.